Dat is de eerste keer dat de Antwerp Pride en het Roze Huis deze prijs uitreiken. Ja, natuurlijk is het een ideaal jaar om dat te doen met de lokale verkiezingen in het vooruitzicht. Heel wat Antwerpse gemeenten hebben inspanningen gedaan om het welbevinden van de LGBTQ-gemeenschap te bevorderen. En ook om de lokale bevolking te sensibiliseren rond seksuele en genderdiversiteit. Die acties die gaan van zichtbaarheidsacties tot keuzes in lokaal beleid. En Antwerp Pride en het Roze Huis willen met deze prijs aandacht besteden aan beide. Beide hebben evenveel belang natuurlijk. Ook vaak de onzichtbare inspanningen die gemeenten vaak doen. En daarom willen wij ze vandaag in de kijker zetten. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben mij, u wel, ook wel bekend als IDAHOT. En bij het bekijken van al die inzendingen merkten we dat er heel wat mooie initiatieven zijn in de Antwerpse gemeenten en steden. Wat natuurlijk superleuk is. Van uitbundige zichtbaarheidsacties tot het screenen van documenten op gender en heteronormen. Tegelijkertijd merkten we ook heel wat ruimte voor verbetering. Daarom kozen we dit jaar niet om louter te focussen op één gemeente, maar eerder om een aantal initiatieven aan te halen en letterlijk in de bloemetjes te zetten. Op deze manier hopen wij dat gemeenten elkaar kunnen inspireren om hun lokaal beleid inclusiever te maken. Er zijn een aantal van de gemeenten die ik zo meteen ga vernoemen aanwezig, en, of toch dat ik weet. Dus als ik jouw gemeente vernoem, dan mag je zeker naar voren komen en naast mij ons in het bijzonder bedanken. Allereerst wil ik naar voren roepen Turnhout. Turnhout, ze houden elk jaar een LGBT-tentoonstelling in hun plaatselijke bibliotheek. En ze hebben daar ook een informatiestand met heel wat informatie van zijn brochure. Roep ik heel graag naar voren Mechelen. Mechelen die organiseerde dit jaar onder andere een vorming voor alle kleuterscholen rond seksuele en genderdiversiteit. En hun streefdoel is om in 2019 die ook uit te breiden naar de lagere scholen en secundaire scholen. Ik roep graag naar voren de gemeente Niel. Zij maakte onder andere een regenboogcharter voor lokaal regenboogbeleid tegen holibi en transfobie. En er hingen zowat vlaggen in heel de gemeente. Dit werd natuurlijk ook meegetrokken door de plaatselijke vereniging Regenboog Niel. Dan zou ik nog graag een gemeente naar voren roepen. Ik gok niet dat ze aanwezig zijn, maar toch. Volgende voorbeeld is Vorselaar. Die hebben ervoor gekozen om geen enkele gendertermen in hun communicatie en reglementen te gebruiken. Antwerpen, weliswaar bekend, organiseerde in het kader van hun hoffelijkheidscampagne een heel zichtbare LGBT-actie.